De Kesra Stichting vindt dat iedereen, ook Midden- en Oost-Europeanen, gebruik moeten kunnen maken van de nachtopvang. De VVD in Den Haag pleitte eerder deze week voor een strenger toegangsbeleid. Maar de Kesra Stichting ziet zo'n streng beleid niet zitten en vindt dat de opvang er is voor alle sociaal kwetsbaren, ongeacht afkomst en religie. De stormoverlast is donderdagochtend meegevallen. Wel komen nog steeds zware windstoten voor. Op de Van Boetzelaarlaan is een boom op een auto gevallen. De vliegtuigen op Rotterdam-Diek Airport lijken niet veel problemen te ondervinden van slechte weer. De bruggen in de Haagse regio blijven dicht totdat de wind is afgenomen. ADO Den Haag is vertrokken naar het trainingskamp in Spanje. De Haagse club verblijft de komende week in Estepona aan de Spaanse zuidkust. ADO speelt daar 2 oefenwedstrijden. Zondag tegen Zulte Waregem en dinsdag tegen de Duitse topclub HSV uit Hamburg.